De volledig zelfrijdende auto, dat kan nog wel eens een hele tijd duren. De ontwikkeling naar het zelfrijdend zien we elke dag meer en meer. Diverse automobielfabrikanten brengen en helpen de chauffeur met allerlei zaken als het automatisch inparkeren, het cruise control, adaptive cruise control en al dit soort varianten. Dus die ontwikkeling is op gang, maar wanneer de auto helemaal zelfrijdend is, zonder stuur, zonder rem, gaspedaal voor de chauffeur, dat kan nog wel een tijdje duren. Chauffeurondersteunende dingen zijn heel belangrijk, zijn heel waardevol, willen we allemaal graag, maar de chauffeur is aansprakelijk. Een ongeluk, een botsing of wat dan ook, chauffeur is aansprakelijk. Op het moment dat we helemaal autonoom rijden, een autonoom rijdend voertuig hebben, dan komen we natuurlijk in die context van het filmpje van Centraal Beheer, waarin een autonome auto zonder chauffeur door het verkeer allerlei ongelukken als het ware teweeg brengt, omdat de andere weggebruiker dat niet kent. Er is natuurlijk een terughoudendheid van wie is nou aansprakelijk. Straks koop ik een auto en die auto, een zelfrijdende auto, ik krijg een ongeluk. Ik heb zelf, zeg ik van ja, ik heb die auto gekocht meneer, fabrikant betaalt u maar de kosten. En die wil dat natuurlijk niet 1, 2, 3. Dus daar is een heel spannende overgang gaat zich aandienen. Nou, de verzekeraar moet in ieder geval heel actief mee gaan denken wat zijn de ontwikkelingen, wat wil de gebruiker. Wil de gebruiker een auto met veel ondersteunende faciliteiten, met een verantwoordelijke chauffeur, ik denk dat dat op dit moment de trend is. Nou, dan moet je goed nadenken, moet je zeer actief nadenken, moet je kijken wat gaat de technologie van morgen brengen. Moet je nadenken hoe kun je daarmee omgaan. Want ik kan wel een automobielfabrikant zijn en ik maak allemaal, wat zijn het, Tesla's, Lupo's, welk voertuig dan ook die autonoom is. Maar de autonomie, de coöperatieve gedrag moet je in combinatie met het andere verkeer doen. Dus als ik wel heel goed coöperatief kan rijden, autonoom kan rijden met een vloot van eigen Volvo's, dan is dat interessant, maar eigenlijk natuurlijk niet wat het verkeer is. Ik denk dat de verzekeraar ook veel dichter bij de techniek, de technologie moet komen, moet begrijpen wat er gaande is. Want ik denk dat het niet meer aangaat om te zeggen wij bieden ons standaard pakket aan, maar de ontwikkelingen zijn zodanig dat een standaard pakket morgen alweer verouderd is.